Precies, ja. Laatst heb ik je tegengehouden omdat het vol is. Maar ja, het is niet anders. Ja, de fiets terugpakken. Nou, de nek misschien. Weet je, we hadden wel gezegd, mochten er mensen zijn die niet plaats kunnen nemen, dan kunnen ze het meenemen. In een takeaway beker of een bakje. Alleen deze mensen die kozen ervoor om dat niet te doen. Dus, maar we hebben het wel aangeboden. Zit er een beetje in. Ja, de handdoek. Ik wil graag de handdoek. En gewoon lekker ontbijt, gezellig ontbijten met de buurvrouw. Ja, gek hoef, ik moet een uurtje eerder uit. Ik denk gewoon even meemaken. We hadden bedacht dat we om 6:00 ochtends open zouden gaan met ontbijt voor 1 euro. En de eerste 20 vroege vogels die kregen daar een handdoek bij cadeau. Zoals je in de Turkse badplaatsen je plekje reserveert aan het zwembad, dachten wij, dat doen we voor de eerste 20 gasten ook. En er werd gretig gebruik van gemaakt vanochtend. Het is echt superleuk en het is helemaal vol. En gezellig. Ja, we dachten, het is toch coronatijd, dus waarom ook niet? Ik ben het wel gewend. Of ik zit in de auto naar mijn klanten vroeg, of ik zit op het terras om 6:00. Ja, lekker brainstormen met het bedrijf en met mijn collega. En voelt het nou prettig om 6:00 beginnen of ben je toch wel blij dat je morgen later kan beginnen? Ja, ik sport wel eens om 6:00. Dat doe ik 2 keer in de week. Maar werken, dat gaan we straks gewoon vanaf 9:00 doen. Nee, het is eenmalig. We zijn wel zo creatief dat we wel weer wat anders gaan verzinnen. En, maar dat zien we dan wel weer. Alsjeblieft.